Verontrustend nieuws. Ons huis staat in brand, hè. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft niks te maken met Holocaust. Ja! Nu hoorden het net al. Heel veel mondmaskers. Die zijn absoluut niet nuttig. En moeten jullie een mopje weten? I believe in our government. Waarvan akte? Hier zijn we nog lang niet van verlost. They love it. Everybody and anyone. Die Vlaamse leeuw met veel te scherpe tanden. Lelijke mensen. Dringend een progressieve regering met groen en Ecolo. Nee. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaag en wij zeggen ook nee. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show die u steeds informeert over dingen die je eigenlijk niet wilt weten. Januari is al geweest, maar het is nog niet bepreekt, dus zet u neer en pak te drinken, want we gaan het nieuws verminken. En voor ene keer gaan we beginnen met internationaal nieuws. Goedele, begin jij of ik? Ik begin met nieuws dat net binnengelopen is. Er zijn raketten afgevuurd. Ja, kinderen. Ik had u gewaarschuwd dat het ervan ging komen. Wereldoorlog 3 begon met de uitschakeling van een machtige en invloedrijke Iraanse generaal. De VS schoten raketten in Soleimani zijn gat en de Perzen werden kwaad. Aanvankelijk was iedereen het er duidelijk over eens wie de vijand was. Maar aan een tijd waren ze het Westen kwijt. En ze schoten vervolgens in eigen voet. In Iran zijn zeker 56 doden gevallen toen ze samen met honderden anderen vertrappeld werden. Dan schoten ze nog een vliegtuig neer. Een raket raakte het vliegtuig. Maar ook hierbij werden geen Amerikanen getroffen. 63 Canadezen en passagiers uit Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En van de Canadezen moet je niet te veel represailles verwachten. Hier is hun notoire racistische beta-premier. If there was no escalation recently in the region, those Canadians would be right now home with their families. 63 Canadezen dood en hij steekt het op de VS. Zelfs Céline Dion heeft meer ballen dan dat. Eind vorige maand kregen we belangrijk nieuws uit het Verre Oosten. In China is onlangs een nieuw virus opgedoken. Het betreft hier het Wuhan coronavirus. Gelijk een verkoudheid, maar hier ging het wel van kwaad naar erger. Sinds vorige maand zijn er al tientallen besmettingen. Meer dan 20 miljoen mensen in quarantaine. 875 besmettingen bekend ondertussen. In Europa hebben wij nog geen gevallen. In Frankrijk zijn 3 mensen besmet. Het komt heel duidelijk dichterbij. Vandaag zijn er meer dan 1350 besmettingen gemeld. Bijna 2000 mensen zijn nu besmet. Vandaag staat de teller op 2901. Meer dan 4500 mensen zijn nu bijna 6000 zieken. Het aantal besmettingen zit boven de 7800. Nadert intussen de 8000. Hebt je nu al schrik? Want dit was nog maar de eerste 2 weken. Verontrustwekkend. Is er nu reden tot paniek? Geen enkele reden tot paniek. Paniek is totaal niet nodig. Een reden tot paniek is er niet. Jawel, dat is er wel. Voor de technauten en de gamergirls onder ons. Waar denkt je dat uw iPhones en Nintendo's gemaakt worden? The Outer Worlds voor Switch is al vertraagd en eind dit jaar moet de nieuwe generatie consoles er zijn. En nu hoor ik u denken, ja maar Kaar, jij bent toch geen viroloog? Daarom vroeg ik het aan de enige dokter die u altijd een briefje voor hello geeft. Ni hao. Covid-19 is een kwestie van geld. De Chinezen willen het baargeld afschaffen en vervangen door virtueel geld. Als de overheid iemand wil treffen, dan duwen ze op een knopje en die mens kan er meer aan zijn virtueel geld en is sociaal dood. En het is dat waarom ze dat virus gelanceerd hebben in China. Ze zeggen dat die virus op het baargeld zit. De oplossing om dat virus te bestrijden is dat ze hun geld inleveren. Dat past in hun tactiek. Ni hao en hou u gezond. Dank u wel, dokter, voor deze vaccinatie. We hebben dit een wat kort moeten knippen, want Tencent heeft 90% aandelen in het kwartiertje. Wat ik nu wel heel leuk vind aan heel deze zaak, is dat ik ondertussen een woordje Chinees heb geleerd. Luistert. In fait, in China, il y en a déjà pas. Ik heb dat dus verstaan, hè. Goed, voor de rest in de wereld. Australië stond in brand. In heel Australië woedde op dit moment meer dan 200 branden. Maar het is beginnen regenen, dus het is al geblust. Engeland verliet als eerste het zinkend schip. 3, 2, 1... De balls, hè. Donald Trump kwam voor een keer overeen met de mainstream media. En met deze vrijspraak is hij onderweg naar een tweede termijn. Want de Democraten zijn te druk bezig met elkaar te verwijten voor horse-faced lesbians. Verder waren er nog Golden Globes en Oscars met heel verrassende winnaars. It was a big year for pedophile movies. Dat was niet het fragment dat ik wou tonen, maar kom, we moeten door met nieuws uit eigen land. Vreesstaat de koning dit te melden. Eindelijk een volwaardige regering. Dat geloofde nu toch zelf niet. Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven. Ah, jij bedoelde dat zo? Ach, Flip, was het maar zo makkelijk. Nee, er gaat geen regering komen en wel om deze reden. De VLD heeft gekozen om geen Zweedse, maar eerder een paarsgroene partij te zijn. Jij dacht dat het probleem tussen Noord en Zuid ging. Nee, regionaal gesproken komen de machthebbers ook niet overeen. De gele verwijten de blauwe en daarover had de voorzitster dit te zeggen. Hoi. Ik ga eigenlijk voor de camera's geen commentaar geven. De groenen werden er zelfs een tikkeltje fatalistisch door. Niks kan werken. Ja, maar wat wilt je dat wij daaraan doen? Bart de Wever sluit niet uit dat we dit jaar weer naar de stembus moeten. We kunnen allemaal voorspellen wat er gaat gebeuren. In het geval van herverkiezingen gaan PvdA en Vlaams Belang weer meer winnen. Maar er is nog steeds een cordon sanitair, ook tegen de uiterst linkse. PvdA is niet betrokken bij de federale gesprekken. Niemand wil met hen besturen. In dat geval moeten de traditionele partijen blijven herverkiezingen organiseren totdat de meerderheid achter het cordon zit. En in het geval van herverkiezingen weet ik al op wie niet te stemmen. Bij de Vlaamse Liberalen heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld om partijvoorzitter te worden. Dit is Els Ampe. In Brussel staat ze bekend als Els Rampe, want zij was de enige die haar postje behield na de hele affaire Samu Social. Nu wil ze voorzitter worden van de VLD, maar wat maakt haar beter dan pakt Bart Tommelein? Het verschil is dat ik ongebonden ben. Maar wat wil dat zeggen? Je blijft nog steeds een carrièrepolitieker en je hebt al bewezen dat je postje prioritair is. Probeer het opnieuw. Wat maakt van u een goede kandidaat? Ik heb geen rekeningen of afspraken met andere partijtoppers. Zijt jij uw partijgenoten van iets aan het beschuldigen? Sympathiek. Ik ga niet op u stemmen, want ik ben niet vergeten wat je mij de vorige keer gelapt hebt. Met Els Ampe. U weet niet hoe u voor mij kan stemmen. Maar ik leg het u even uit. Hallo? Hallo? En ze heeft nooit teruggebeld. Dan wil ik nog een woordje kwijt over nieuwjaarsrecepties. Ja, dat is hoe dat je het uitspreekt. De nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie. 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 Nieuwjaarstoespraak. Nieuwjaarstoespraak. De enige nieuwjaarsreceptie die mij kon boeien was die van de Sossen. De John is voorzitter af en hij heeft plaats geruimd voor de nieuwe generatie. De nieuwe jonge voorzitter Conner Rousseau. Dit is Conner Rousseau. Hij is 27 jaar en hij lijkt op een business casual Dries van Langenhoven. Hij noemt zijn eigen koning op Instagram Sic Semper Tyrannis. Maar laten we dit boekje niet aan de cover beoordelen. Laten we de inhoud eens bekijken. Alleen als we samen met één stem spreken, altijd en overal, dan kan en zal die ommekeer lukken. Allemaal met dezelfde stem spreken. Maar als ik nu deze stem wil gebruiken, dit neigt naar fascisme. En een fascistische socialist is een heel gevaarlijke combinatie. Ik denk niet dat je er schrik van moet hebben. Hij ziet zijn eigen niet zozeer als dictator, maar eerder als rockster. Goedemorgen, Heuse Zolders. Hij heeft zelfs een stukje gezongen met die has-been van Idool. Ah, genoeg is genoeg. Dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de ommekeer. En achteraf had hij het lef om dit te vragen. Kan ik eigenlijk wat zingen? Wilde nu echt dat ik daar serieus op antwoord? De ommekeer! Maar goed, het is geen talentenshow of zangwedstrijd. We moeten ons focussen op de inhoud. De inhoud is belangrijk. De inhoud. Ja vrienden, solidariteit is de oplossing. Omdat solidariteit werkt. Omdat solidariteit werkt, hè. Omdat solidariteit werkt. Solidariteit werkt. Omdat solidariteit werkt. Omdat solidariteit werkt. Omdat solidariteit werkt. Omdat solidariteit, vrienden, werkt voor iedereen. Hoe noemt je dat fenomeen wanneer je een woord vaak genoeg herhaald, zodat het geen betekenis meer heeft? Allee, kom jongen, dans nog een beetje. We gaan dansen in de zon. Gelijk een echte. Ja, Conner, gelijk een echte. Het is ondertussen krokusvakantie. En dat wil zeggen, carnaval. Overal in het land worden er stoeten gehouden. Maar geen enkele zal zo in het oog gehouden worden als als die van Aalst. Weet je nog? Een jaar geleden kwam Aalst ook in het nieuws voor één welbepaalde praalwagen. Het gaat om deze wagen van de carnavalsgroep de Vismoylan. Deze Aalsterse grapjassen werden beschuldigd van antisemitisme. En dat was niet hun bedoeling. Die wilden duidelijk maken dat ze krap bij kas zitten en daarom dit jaar een zogenoemd sabbatjaar nemen. Ik vond dat zelfs goed gevonden. Maar nu komt er kritiek regelrecht uit Israël. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken roept in een bericht op Twitter de Belgische overheid op om de stoet in Aalst te verbieden. Verbieden? Aalstenaars zijn geen Palestijnen, meneer de minister. Gelukkig was de Israëlische ambassadeur voor iets meer reden vatbaar. The carnival in itself is an important event and we certainly have absolutely nothing against the event. Je hoort het, carnaval mag gewoon doorgaan. As long as we do not see blatant and ugly antisemitism. Dit is geen antisemitisme. Aalstenaars lachen met alles en iedereen. I cannot really buy that. The carnival was excluded from the UNESCO World Heritage List and it was excluded for a very good reason. Ah ja, juist. Hoe zat dat weer? De Oost-Vlaamse stad had daar ook wel zelf om gevraagd. Je kunt alles zeggen over de Aalstenaars. Dat wij racisten zijn of dat wij antisemieten zijn. Maar ze lachen met de machtigen der aarde, nooit met sukkelaars. Ze houden de eeuwenoude Vlaamse traditie in stand van lachen met de bezetter. Zij het Den Alfa, de Willem of de minister van Israël. Een Aalsterse feestvierder laat het normaal niet aan zijn hart komen. Veel plezier. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Corona is gevaarlijk. Was uw handen eer gegamed. 2. De politiek zit muurvast en wij gaan het weer mogen oplossen. 3. Martien Tangen legt haar klemtoonfout. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit belachelijk showke. Abonneert u als je dat nog niet bent en deel deze video met uw vrienden. Ja, allebei. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met deze eeuwenoude Chinese wijsheid. Avec tous les Chinois, sauf moi.